De wet over de grondrechten van de inheemse en tribale volken zal binnen 3 maanden behandeld worden in de Nationale Assemblée. Dit hield vicevoorzitter van de DNA, Deo Sharman, onze nieuwsdienst voor na de jaarrede van president Chandrika Prasad Santokhi afgelopen donderdag. Sharman legt uit dat het parlement een uiteenzetting heeft gemaakt voor dit kwartaal. En de wet grondrechten is een van de wetten die is opgenomen in het programma. In die planning zit grondrechten ook, en zit grondconversie ook, zitten de begrotingen ook. En nog een paar andere relevante wetten als de wet terugroeping, maar ook wet dubbele salarissen, om het zo populair te noemen, zijn allemaal in de planning voor de komende 3 maanden. Begrijp je wel? Dus het is niet zo dat grondrechtenvraagstuk geen aandacht heeft. Het is complexe materie, maar het is ook iets dat verstrekkende gevolgen kan hebben voor de samenleving in het binnenland, maar ook voor de centrale overheid. Dus daarom moet je dat goed met elkaar gaan bediscussiëren, met alle groepen, alle belangengroepen, alle mensen, alle deskundigen, nationaal als internationaal, om uiteindelijk, als je in openbaar gaat om die wet te behandelen, dat je een gedegen behandeling krijgt, maar dat je niet met het behandelen van de wet een ander probleem creëert. Dus die discussie is daarom, het lijkt misschien een beetje lang te zijn, het is niet een nieuwe discussie. Voorgaande regeringen zijn ook ermee bezig geweest, alle inzichten worden meegenomen. Maar nogmaals, deze regering en ook deze Nationale Assemblée is voornemens om het grondrechtenvraagstuk een keertje definitief opgelost te hebben, zoals dat graag gewenst is. In een eerder interview met Jupta Ituwaki, voorzitter van Stichting Mulukot, zegt zij dat de president eerder had aangegeven dat de behandeling van de grondrechten in oktober zal plaatsvinden. Ze is daarom benieuwd of dit daadwerkelijk zal gebeuren. Ik wil kijken als deze president, als deze overheid, ze hebben eigenlijk al keer op keer, niet alleen voor inheemse, maar aan de hele Surinaamse gemeenschap hebben ze ons elke keer voor de gek gehouden. Dus ik vraag me af, als wij een kleine groep Bayana en inheemse, die maar een hele kleine procent uitmaakt van de gehele Surinaamse samenleving, dat weer een voor de gek houderij was. Dus ik ben benieuwd. Eerder dit jaar heeft president Santokhi aangegeven dat de behandeling van de wet grondrechten in oktober zal plaatsvinden. In DNA waren zij met de laatste adviezen bezig om deze wet op de behandeltafel te krijgen.